Hoi allemaal, welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik jullie tips geven hoe je ervoor kunt zorgen dat je make-up zo lang mogelijk blijft zitten. Ik krijg wel eens de vraag van, goh, wat heb je allemaal bij je make-up tasje als je weg bent of wat dan ook. En ik heb eigenlijk alleen maar lipproducten bij me, lipgloss, lippenbalsem, lipstick, wat dan ook. Verder doe ik dagelijks echt helemaal niks aan mijn make-up overdag. Door het toepassen van een aantal trucjes heb je ook echt geen touch-ups gedurende de dag nodig. En dat is heel erg makkelijk. Ik ga meteen met het begin beginnen, want je wil natuurlijk dat je foundation zo lang mogelijk blijft zitten. Heel erg belangrijk daarvoor is dat je je foundation aanbrengt op een gereinigde huid, dagcreme aanbrengen, goed laten intrekken. En dan is er een hele simpele stap die je kunt doen en dat is namelijk primer. Lang leven primer. Primer is een product wat ervoor zorgt dat er een soort lijmlaagje tussen je huid en foundation zit. Wat ervoor zorgt dat je huid een egaal oppervlak is en dat dus je foundation veel langer blijft zitten. Het maakt zo'n gigantisch verschil. Ik gebruik heel vaak deze van de Body Shop, dit is de Insta Blur. En je hebt bijvoorbeeld ook nog van MAC, Prep & Prime, dat is ook een hele goeie. Je hebt ze nog van Gosh, die heb ik ook heel lang gebruikt. Een goede primer hoeft niet per se heel erg duur te zijn, maar het kan wel echt een enorm verschil maken. Als je foundation hebt aangebracht, is het belangrijk om gewoon eventjes in te laten trekken. Het is een beetje samen laten smelten met je huid, met de natuurlijke oliën van je huid, met de vetten in je crème. Laat dat eventjes en daarna is er nog een trucje wat je kunt toepassen. En dat is namelijk hem afdeppen met een tissue. Deze truc heb ik een keertje geleerd van Goss Makeup Artist, ook een YouTuber, een Britse YouTuber. En er ging echt een wereld voor me open. Ik dacht, wat handig! Nou, je neemt een tissue. En meestal, eigenlijk altijd, bestaan tissues uit meerdere lagen. Dus die kun je zo, hup, openhalen. Wat je dan vervolgens kunt doen, is met een van die laagjes kun je dit, hup, op je huid drukken. En daarmee absorbeer je het overtollige vet van je foundation. Belangrijk hierbij is dat je echt dept en niet wrijft, want dan wrijf je je foundation weg. Dat is niet de bedoeling, maar gewoon hup, voorzichtig deppen, eventjes zachtjes drukken. En je zult merken dat er wat vettig achter iets op je tissue komt te zitten, maar dat je foundation nog intact blijft. Het pigment blijft achter, maar het overtollige vet, dat gaat weg. En daardoor heb je niet zo snel dat je foundation gedurende de dag gaat glijden en wat dan ook. Het tissue trucje kun je trouwens ook heel goed toepassen bij lipstick. Als je een laagje lipstick hebt aangebracht, dep je hem er even af met een tissue. Daarna breng je de volgende laag aan en hij zal veel beter blijven zitten. Dit is natuurlijk al een heel bekend trucje, maar het leek me nog wel even handig om hem nog een keer te herhalen. Het is een heel bekend trucje, maar ik ga hem nog een keer herhalen. En dat is namelijk het afpoederen van je foundation. En als je ook maar iets van foundation, concealer of BB cream of wat dan ook draagt, is het heel erg belangrijk om dit te doen. Hierdoor zorg je dat het overtollige talg van je huid wordt geabsorbeerd. Dus dat je ook niet zo snel gaat glimmen. En daarnaast fixeert het je foundation, waardoor het gewoon perfect op zijn plek blijft zitten. Je kunt allerlei soorten poeder gebruiken. Je hebt losse poeders, je hebt vaste poeders, je hebt getinte poeders. Ik vind zelf eigenlijk altijd heel fijn om een getinte poeder te gebruiken. Ik gebruik heel vaak deze van de Body Shop. Dit is de All-in-One Face Base. Maar eentje die ik sinds kort heb ontdekt, en dat is meteen een goede budget tip, is deze. Dit is de Essence All About Matte Fixing Compact Powder. En dit is een transparante poeder die je hup over je foundation aan kunt brengen. En die ervoor zorgt dat je huid heel mooi mat blijft. Als je poeder aanbrengt, zorg er dan voor dat je het met een deppende beweging doet. Niet hup, boenen, boenen, boenen. Want dan gaat je foundation een beetje cakey worden. Dat wil je natuurlijk niet. Dus gewoon hup, een beetje deppen. Als je een ander type poederkwast hebt dan dat ik gebruik, kan je ook gewoon met de zijkant, kun je hup, zachtjes het deppen. Of je gebruikt een poederdonsje. Dat werkt ook perfect. Zo, dat zit erop. Nou, en dan is het natuurlijk tijd voor oogschaduw. Nog een bekend trucje, maar ik ga hem ook nog even noemen, want het is zo belangrijk. Dat is oogschaduwbasis. Ik heb nu al echt een heel schattig kleintje in mijn handen. Dit is een minietje van de Urban Decay Primer Potion. Je hebt inmiddels best wel wat merken die oogschaduwbasis producten in hun assortiment hebben. Ik ben zelf fan van de MAC Paint Pots. Maar Essence, ja, Catrice had er eentje, maar die gaat nu uit het assortiment. Die wilde ik ook nog noemen. Maar Essence heeft er ook nog eentje. Is dat de I Love Stage? Ik geloof het wel. Volgens mij is die ook niet verkeerd. Wederom, het hoeft niet heel erg duur te zijn. Maar dit is gewoon een product wat een enorm verschil maakt. Je brengt gewoon wat van het product aan op je ooglid. Eventjes uitwerken met je vingers. Vervolgens kun je met je kwast kun je, je oogschaduw aanbrengen zoals normaal. En geloof me, het gaat geen kant op. Nog iets wat bij mij heel vaak aan de wandel gaat, is oogpotlood. En ik heb nu ook een trucje wat ik daar altijd voor gebruik. En sinds ik dat heb ontdekt, ging er echt een wereld voor me open. Oogpotloden zijn vaak gemaakt van een soort wax. En als je huid warm wordt, het komt in aanraking met je huid, nou ja, dan glijdt er natuurlijk eerst heel lekker op. Gedurende de dag gaat die een beetje smelten.
Dat is vervelend. Dat wil je natuurlijk niet. Want op dat moment krijg je panda oogjes of heb je ineens een zwarte streep in je arcadeboog. Zit je natuurlijk niet op te wachten. Wat je dus kunt doen, en dat is eigenlijk precies zoals je met foundation doet, is hem afpoederen. Wat ik doe, is nadat ik het oogpotlood heb aangebracht, pak ik een oogschaduw in exact dezelfde kleur en die tap ik nog heel voorzichtig over het lijntje heen. En op die manier zorg je ervoor dat het potloodje is gefixeerd, geen kant op gaat, de kleur wordt bovendien ook nog eens wat intenser en het effect is echt perfect. Echt, als je oogpotlood draagt, probeer het eens. Trouwens, als je oogpotlood draagt, is het heel belangrijk dat je eerst nog iets van poeder of een beetje oogschaduw op je ooglid hebt zitten. Op die manier vangt alvast het beetje poeder het overtollige vet van je ooglid op en zal je oogpotlood niet zo snel aan de wandel gaan. Met deze twee tips blijft het echt de hele dag zitten. En als finishing touch een finishing spray. Ook dat maakt zo'n verschil. Ik noem het een finishing spray. Het is eigenlijk gewoon een spray voor het gezicht. Je hebt ze puur met water. Doe dat niet. Dat maakt niet zoveel uit. Maar iets als deze van de Body Shop. De Vitamine E Face Mist of MAC Fix Plus. Dat is ook een goede. En eentje van de beste is de Urban Decay All Nighter Setting Spray. En deze zorgen ervoor dat je make-up echt veel beter blijft zitten. Ze bevatten verzorgende ingrediënten, wat al heel erg helpt. Wat ze ook heel goed doen, is een beetje dat poederige laagje van je huid afhalen. Als je net je gezicht hebt afgepoederd, kan het er soms een beetje droog uitzien. Misschien zelfs een heel klein beetje cakey. Dat kom je niet altijd aan. En als je dan een beetje face mist eroverheen spreekt, ben je dat laagje kwijt en blijft je make-up veel beter en veel langer mooi. Dat waren mijn tips om je make-up beter te laten zitten. Ik hoop dat jullie iets in deze video gehad hebben. Vergeet je niet te abonneren op het kanaal, want dat vinden we natuurlijk altijd heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Die heb ik vandaag ook gebruikt op mijn gezicht, dus dan kan je meteen zien hoe ze eruit zien eenmaal aangebracht is.